zit ondertussen alweer in de auto. Ik heb gisteren volgens mij het laatste gefilmd toen we klaar waren met de lopen bij de watervallen. Daarna zijn we doorgereden naar Cape Otway, wat een klein plaatsje is. En daar hebben we op een camping gestaan. En we hadden daar geen bereik, niks. We moesten een 10 kilometer lopen voor de wc. Maar we hebben het overleefd en we zitten ondertussen alweer in de auto richting Apollo Bay. Het is nu 10 uur en het wordt vandaag 40 graden. Dus waarschijnlijk gaan we niet heel veel bijzondere dingen doen. Het is zelfs zo warm dat er een total fire ban is. Wat dus gewoon inhoudt dat je nergens vuur mag maken. Omdat er dan heel veel kans is op bushfires. Aangezien hier ook een bush is. Maar goed, we gaan dus nu in ieder geval doorrijden naar Apollo Bay. En dan kijken we wel wat we gaan doen. Bij het tankstation, want we rijden echt al de hele week met super vieze ramen. Ik weet niet of je het hier achter kan zien. Ja, aan de binnenkant zit, dan maak ik het wel schoon. De achteruit kan je gewoon helemaal niet meer zien. Of doorheen kijken. En de vooruit. Ja, het lijkt op camera niet erg. Ik heb een foto gemaakt. Die foto kan ik erin doen. Dan kan je het zien. Het ding is, al vanaf dat we wegrijden, hebben we geen ruitenwisservloeistof meer. Maar wij zijn niet van die autogekjes die doorhebben dat dat leeg is. En er werd ook nergens aangegeven. Er brandt geen lampje, maar het doet het gewoon niet. En ik ga nou even de achteruit filmen, want het is echt heel vies. Moet ik nou dat liedje erbij doen? Working at the car wash. Ja, hier kan je het wel een beetje zien. Kun je eerst even? Ja? Oh. Licht! Oh, nee, ik doe gewoon stof vanaf. En we kunnen weer zien. Ik weet niet of je het verschil ziet, dat is echt jammer. Maar je zag gewoon echt niks meer, nu wel weer. Dus we kunnen weer rijden. Nog steeds zonder ruitenwisservloeistof. We kunnen ook gewoon vragen of we dat kunnen bijvullen. Nu heb ik dit weer vies. Hopelijk gaat dat weg. Denk ik niet. Hallo, we leven nog, soort van. Ik heb de hele dag niet meer gefilmd, maar dat komt omdat we eigenlijk de hele dag niet heel veel bijzonders gedaan hebben. Want het was echt heel erg warm en het waaide echt super hard. Maar we zijn uiteindelijk toch wel naar het strand geweest, want we gingen naar het informatiedingetje van Apollo Bay. En we vroegen dus wat het beste was om te doen op deze dag, met deze hitte en met die wind, bla bla bla. Toen heeft ze ons een strand aangewezen waar we heen konden gaan en daar zijn we heen gegaan. En het was echt super chill, want daar was minder wind en daardoor kwam de minder zand. En daar was het ook nog wel goed uithouden. Alleen op een gegeven moment, rond een uur of half vier, begon het echt super hard te waaien. En dat deed gewoon echt pijn als het zand tegen je aankwam. Ja, het was echt gewoon een zandstorm. Dus toen zijn we maar weggegaan. We staan hier nu op een camping. Best een mooie plek, want we staan aan het water. Ik weet niet of je dat kan zien, maar daarachter zit water. Daar zit een meertje. En nou gaat de zon onder. En we hebben gekookt. Pasta. Wat een verrassing. En verder gaan we niet zoveel doen vandaag. Dus ik zie jullie morgen weer. Wil je daar nog wat aan toevoegen? Wat man. Aju. Goedemorgen. Ik zit al in de auto en Claudia is nog even naar de zee. We gaan zo weer rijden. Het is ondertussen alweer 10:50. Iets later dan dat we normaal weggaan. Maar dat komt omdat we vandaag terug naar huis gaan. Dit is de laatste dag. We hebben net pannenkoeken gemaakt. Daar heb ik ook wel wat van gefilmd. Kan ik nu wel even laten zien. Hoi, we gaan pannenkoeken maken. Ik ben net wakker. Erg leuk. Zacht uur. Nou, poging 1. Oh mijn god. Waarmee gaan we het omdraaien? Met een lepel. Is dit wel goed? Niet zo veel. Zulke dikke pannenkoek. Dit is een dikke pannenkoek. Wat doe je? Niet zo schil. Waarom wordt het helemaal zwart? Ik denk dat we te veel boter hebben. Claudia's pannenkoek. Fuck you. Maar deze was echt goed. En die van Claudia is ook echt goed. Want dit was mijn eerste. Maar deze is echt goed. De eerste zagen er echt niet uit. Maar het werd steeds beter. En ze smaakte best oké. In ieder geval, we gaan dus nou weer rijden. We zijn dus nu in Apollo Bay nog steeds. En we gaan nou doorrijden naar Thorn. Daar gaan we naar wat watervallen. Ik ben daar al eerder geweest, maar Claudia nog niet. Ik was ook al eerder in Apollo Bay geweest. Maar ja, ik vind het niet erg. En er is natuurlijk altijd meer te zien. Dus we gaan nu naar de waterval in Thorn. En vanaf Thorn gaan we terugrijden naar huis. Maar eerst gaan we dus nog even deze dag vullen met leuke dingen en mooie dingen. En de eerste stop is dus Thorn, toch? En koala's. Stop. We gaan eerst koala spotten in Apollo Bay. Want die zitten hier gewoon in de bomen. Dus we gaan eerst op... Waar moeten ze anders zitten dan? In de dierentuin. Ik bedoel, die zitten hier gewoon in het wild. In plaats van in de dierentuin. Zo goed. Dus die gaan we eerst... We gaan eerst op koala hunt. En daarna gaan we door naar Lorne. We hebben de tweede koala gespot. Kijk. Hoi. Oh,
gezien. En nu zijn we ondertussen alweer in Lorne. We zijn even wat eten en we hebben besloten om een pizza samen te halen en die te delen. En daarna gaan we echt door naar het waterpolo. Echt waar. Echt waar. Ik heb even de vlog overgenomen van Marijn, want Marijn is aan het rijden. Dus die kan even niet vloggen, dus mocht ik het even doen. Maar we hebben vandaag een hele leuke dag gehad. We zijn begonnen met pannenkoeken bakken op de camping. Dat ging niet heel best, want eerst het paar waren allemaal aangebrand. Maar ze waren wel heel lekker. En daarna, wat hebben we toen gedaan? Koala's gespot. Oh ja, toen hebben we koala's gespot. Dat was het enige succes van deze dag. En daarna dachten we, als we die koala's hebben gespot, gaan we wel gewoon even lekker lunchen in Lorne. Hebben we gedaan, lekker pizza gedeeld en een ijsje gehaald. En toen kwamen we terug bij de auto en toen lag er heel leuk een wit papiertje onder onze ruitenwissen. Want we hadden een boete, omdat we de auto niet op de goede plek hadden neergezet. Baleman, helaas, $160 lichter. Maar goed. Daarna... Oh, kut. Maureen, die gaat gewoon op de rotonde, wat helemaal niet kan. Maar oké, daarna, nadat we onze deze dikke teleurstelling hebben verwerkt, gingen we maar even naar de waterval toe. Nou, was hartstikke leuk, maar waren het veel te veel toeristen, dus toen was dat weer iets minder. En we moesten de bult op deze auto, kan niet de bult op rijden. Als je in de tweede bult op wil rijden, kan al niet. Dan gaat de auto doet doet. Dus dan ga je echt met 5 km per uur de bult op. Dus je moet in de 1. Dus we lijken echt een of andere racewagen, joh. Maar goed. En nu gaan we terug. Rijden we in de auto naar Torquay. En dan gaan we terug naar Melbourne om mij af te zetten. En dan mag Maureen weer terugrijden naar Torquay om naar huis te gaan. Even lekker anderhalf uur rijden om iemand af te zetten. Top! Weet wel één ding. Net wouden we wegrijden bij de laatste waterval. Toen hadden we de deur nog Toen had Maureen de deur nog open, ja. Slimme Maureen. Maureen is blond. Is geverfd. Dus, tot volgende keer, kijkers. We zijn weer terug in Melbourne. Yay. 1100 kilometer verderop. Ja, we hebben 1100 kilometer in een week gereden. Ja. Van Torquay naar de Grampians. Grampians, van de Grampians naar Port Ferry. En toen over de kust terug naar Melbourne. En nu zijn we weer hier. We hebben het overleefd. We zijn weer thuis. Het was heel erg leuk. Vooral vandaag was echt leuk. En nu gaan we, en nu gaan we lekker werken. Volgende morgen weer lekker werken. Yay. Claudia moet morgen weer om 7 uur op. Yeah. Kwart over 6. Kwart over 6. Oh, nog echt. Ik heb nog een week vakantie. Yay. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Adieu. Hot morn. Tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away.